Wie is mijn ideale klant? Een tijdje geleden maakte ik de fout om toch nog eens een niet-ondernemer, niet-zelfstandige te coachen. Daar leerde ik weer uit. En het deed me ook teruggaan naar waarom ik nu weer alleen maar zelfstandige coach. En daarom gaat ook deze video. Ik ben misschien niet jouw geschikte coach. Dat zou zomaar kunnen. Mijn manier van aanpakken, die is dan ook, denk ik, wel bijzonder te noemen. Recht toe, recht aan. Ik zeg wat ik denk. Denk te moeten zeggen. Ook mijn cliënten zijn buitenbeentjes. Er zijn namelijk niet zoveel succesvolle zelfstandigen. Er zijn meer gewone mensen, tussen aanhalingstekens, dan mensen die succesvol werden met hun eigen business. Wil je succesvol zijn op professioneel gebied, dan kan dat enkel en alleen door adviezen aan te nemen, te kunnen omgaan met opbouwende kritiek, direct beslissingen te durven nemen, afspraken na te komen en de ballen hebben om je hierbij soms oncomfortabel te voelen. Net omdat je weet dat daar de groei ligt. En net met dat soort mensen werk ik het liefst. Naast het feit dat zij al op een zeker level staan qua gezond leven, ik moet hen niet nog eens gaan uitleggen waarom het zo waardevol is om gezond te eten of om regelmatig te sporten. Nee, dat weten ze wel. Wat niet betekent dat ik hen niet kan meegeven hoe ze dit makkelijk, zonder te veel tijdverlies, in hun leven kunnen gaan integreren en hoe ze dit kunnen gaan volhouden. Dat kan ik zeker en doe ik ook. Maar ik ben dus zo blij dat ik vorig jaar er bewust voor koos om buitenbeentjes te gaan coachen. Voor mij persoonlijk is eerlijkheid mijn belangrijkste morele competentie. Net daarom zal ik ook altijd zeggen waar het op slaat. Waarmee ik niet altijd wil beweren dat ik alles weet of dat ik alles beter weet. Niemand is alwetend, ook ik zeker niet. Maar ik ben wel vaak de enige die tegen mijn cliënten durft te zeggen wat ze nodig hebben om te horen. En ja, ze kunnen daarmee om, want ze hebben zich vaak ook eerder al laten coachen. Er is al eerder tegen hen gezegd wat ze op dat moment zelf niet zagen, wat ze niet wisten, wat ze niet kenden. En ja, dat was op dat moment misschien confronterend, maar die eerlijkheid wordt wel heel hard geapprecieerd. De gesprekken die ik heb met mijn cliënten zijn dus altijd goud eerlijk, maar ook waarderend. Net als meestal vriendelijk en vaak uitdagend. Ik vind het leuk om te weten dat mijn cliënten ook geen eindeloze tijd hebben. Ze houden van efficiëntie, recht door zee. Ik verspil dan ook geen tijd van mijn cliënten. Ik zorg er vaak net voor dat ze meer tijd krijgen, meer kwaliteit. Het feit dat mijn ideale klant ook eerder al samenwerkte met andere coaches, betekent ook dat ze geen schrik hebben om te investeren. Niet alleen in hun business, maar ook in zichzelf. Al besef ik ook wel dat je moet kunnen permitteren. Zo had ik een tijd geleden een connection call met iemand en zij gaf aan het vakantiegeld dat ze opzij hadden gezet om met de kinderen op reis te gaan, zou moeten gaan investeren om met mij samen te werken. Ja goed, doe het dan maar niet, zou ik zeggen. Ik werk in mijn 1-op-1 coachingstraject, mijn Liefde Life You Want programma, dan ook enkel met mensen die het goed hebben. Financieel breed genoeg. En daarbij ook geen enkel probleem hebben om hiervoor uit te komen. Het feit dat geld geen beperking vormt, betekent namelijk dat ze succesvol zijn. En daar hoef je je nu eenmaal niet voor te schamen. Dus, ik werk het liefst samen met ondernemers, met succesvolle ondernemers. Omdat zij al een zeker level van wijsheid hebben, ze bereid zijn advies aan te nemen, ze kunnen omgaan met opbouwende kritiek, ze durven direct beslissingen te nemen, ze komen hun afspraken na, met zichzelf en met anderen, ze durven zichzelf daarbij oncomfortabel te voelen en ja, ze hebben ook vaak meer geld dan tijd. Zij
Dat soort mensen hebben het meest aan wat ik aanbied. Meer ethisch leiderschap opnemen. Persoonlijk leiderschap, maar dan rekening houdend met uw naasten, met uw omgeving. Emotioneel intelligenter worden, zodat je relaties niet langer lijden onder uw succes. Integendeel, dat niet alleen jij als ondernemer floreert, maar dat je dat ook kan doen als mens, als echtgenoot, als vader of als moeder. Herken jij jezelf hierin? Boek dan een connection call met mij. In een half uurtje bekijken we of er een match is. En of ik jou echt kan helpen. En dat ik niet zomaar jouw tijd nodeloos moet innemen. Want dat zou zonde zijn. Stuur me even een persoonlijk berichtje. Ik hoor heel graag van jou. Tot snel. Bye.